Eerste B-finale Rosita namens onze nationale jeugd van België. Van harte welkom. Ik kon eerst het woord geven aan de internationale penningmeester van de Europese Carnavalsvereniging. Ja, dankjewel. Goedenavond iedereen. Ja, dankjewel. Er mag een beetje geroepen worden, ja. Het is hier begrafenis. Ik ga de micro aan mijn voorzitter van België geven. Ik ben het geweest. Mijn Geriek. Ik moet je uitleggen. In ieder geval, iedereen van harte welkom op dit fantastische overwinningsbal van onze nationale jeugdwinning van België, Sam de Eerste. En het is met heel veel plezier dat ik nu het woord geef aan onze 54ste Europa-prins. Rekken. Ik heb geen rekken in mijn broek. Maar veel plezier het woord geeft aan onze 54ste Europa-prins, Gerard de Eerste. Dank u wel, bestuur, ECD. Sanneke, dik proficiat. Je ziet wat ik het teweeg gebracht heb. Ik zou zeggen, doe dat maar voor. Ik weet niet wat ik nog kan. Ik weet niet wat ik nog doen. Bij mij mag het. Voor mij sluit het aan volgende week. Ik zou zeggen, mensen, geef hem nog een naverend applaus. Hij heeft het heel goed gedaan. Echt waar. Want u heeft alleen al. Ik heb een leerjaar, bijna 2 jaar, op stap geweest met mijn opmaarschalk Freek en mijn opdame Rosita. Die verdient ook een applaus. Hansel, het TCB, voor het afsluiten. Ik zou zeggen, volgende week geef ik mijn overwinningsbal op afscheidsfeest. Natuurlijk werd ik kemziek in Zeldkoerke. Ik hoop dat jullie ook talrijk aanwezig zijn. De week daarna tellen we de 55ste Europaprins voor. Dat gaat door in Boer-Meerbeek. Ik zou zeggen, kom ook allemaal daarin. Dat is mijn laatste vraag. Ik hoop jullie de naam te ontmoeten. En voor de rest zou ik zeggen, maak er een prachtig feest van. Ik groet jullie al met drie valk. Allah, Allah, Allah. Dankjewel, dankjewel. Ik zou zeggen, als jullie willen, jeugdprins, je moet onze internationale voorzitter verontschuldigen, want die is op reis. En ik vind dat hij dat ook verdient, dat hij maar op reis gaat. Het is niet meer het geld van TCV, hè, dat hij op reis is. Dat is niet geloven. En de Europaprins-verkiezing zal doorgaan op zaterdag, 16 oktober 2021, in de feestzaal van Bosuil. In Boer-Meerbeek. En dan maken we nog een feestje van. Al zo talrijk aanwezig om te zien wie de nieuwe, de 55ste Europa-prins is. Tot dan. Woefje. Woefje. Dank u, Bassa. Arnold. Mag ik vragen, en ik weet dat het niet meer bestaat, maar Sam stond erop om toch alle eer nog te geven aan Sepp en de ex-Europa-prinsessen. En voor Sam nog altijd de regerende Europa-prinses, Loutje. Vanaf dit seizoen wordt er een Europa-prinses verkozen door de DCB, dat er allemaal van gehoord hebben. Dus we mogen blij zijn dat de DCB een nieuwe weg inslaat. Thank you.